En dan komen ze aan, dames en heren, de laatste winnaars van deze Westlanddag. We verwelkomen Boutkan en Partners en Ballering Oliehandel, de vertegenwoordiging daarvan, bij de huldiging. En Golden Avenue is de winnaar, een vijfjarige bruinaruin Alien Donon uit Vulpix Himia. Gefokt door in het bezit van Dennis Minema. Het paard wordt getraind door Dennis en Bas. En Dennis Minema is de piekeur van dienst en hij gaf het pan klaar aan in het interview. Ik win en tweede wordt Monaco Royal Event en anders niet en zo geschieden. Oftewel, we gaan met de laatste ereprijzen naar Dennis Minema. Hij gaat nog één keer met hem koersen en daarna is ook voor Golden FU het seizoen voorbij. Ja, Dennis, van harte, het enige is, je komt slecht weg met twee, hè? Ja, die start, dat lijkt nergens op, maar dat maakt niet zoveel uit. Kijk, uiteindelijk, ze geven me toch wel de kop af, dus dan kan ik gewoon doorrijden en dan, dan gebeurt dit. Nou ja, en hij maakt het makkelijk af. De laatste keren moest je er nog wel eens aan rijden, de laatste meters. Ik had nu het idee, het kon nog wel wat verder zijn ook. Ja, ik heb de proppen niet getrokken. Hij vindt het eigenlijk heel gemakkelijk. Mooi. Goed, we gaan richting de delegatie van Boutkan en Partners Ballering Oliehandel. Zij staan met ereprijzen, maar Dennis' ouders zijn er ook. Dus ik zou zeggen, jongens, neem ze mee. En daarna aandacht en applaus voor deze imposante winnaar die er weer een fantastisch seizoen op heeft zitten. Het paard was te koop, maar werd niet afgenomen. Nu mag het niet meer. U kunt in de handen voor Golden FU, Dennis Minema. Martin de Waal, de laatste woorden zijn aan jou. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid hier op de Westlanddag. En graag tot de afsluiter over twee weken.